hoe kan je dit als fucking mond zien? Ja, hoe kun je mee zoenen? Het is zo ongemakkelijk! Help! Help! Dan geef mij ook even een kauwgompje voor als we daar moeten zoenen. Ja. Hey, jij daar. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op Kortom. Vandaag met niemand minder dan... Lise van Wijk. Hoi. Hi. Vandaag een nieuwe aflevering van Wiki Wat. De serie waarin we hele rare wiki-how-artikelen gaan volgen. En dit keer niks minder dan... 3 stappen om beter te leren zoenen. Jij moest er zelf voor naar de winkel. Wat heb je gehaald? Jij weet niet... Wacht even, Lise. Jij weet niet hoe dit heet. Nee, ja, sorry. Ik zag... Nee, ik wist het echt niet. Sorry, maar mijn mango in mijn hoofd ziet er niet zo uit. Mijn mango? Nee, ja, echt waar. Dus jij weet niet wat een mango is. Jawel, maar niet dit. Oh, dit was geen mango. Hoe zien jouw mango's eruit dan? Oh nee, ja, dat klonk zo fout. Hoe zien jouw mango's eruit? Oh, ze is nu aan het googlen. Ja, kijk. Wat is dit? Nee, dit is anders. Wat is er anders aan? Oké, we hebben het artikel. We gaan het er even bij pakken. Leren zoenen. Je eerste kus kan zowel spannend als eng zijn. Zeker als je je onbevoorbereid voelt. Iedereen zoent anders. Zoals ook iedereen anders praat. Sommige mensen kussen langzaam en koesteren elke aanraking. Anderen laten het zoenen graag geleidelijk en sterker en intenser worden. Intens. Hieronder staan een paar mannelijke manieren. Makkelijke manieren om beter te leren zoenen. Zou je niet doen als je wil zoenen? Even lekker gaan boeren. Ja. WikiHow is trouwens een website waar gewoon dingen op staan hoe je dingen moet doen. Daar staan echt rare dingen op. Dus vandaar deze serie Wiki Wat. En als je meer video's van mij wilt zien, dit soort video's, vergeet niet te abonneren gratis op de rode knop. Krom je linkerhand losjes, alsof je de letter O maakt. Dan heb je gewoon dit, dat is toch oké? Stop je rechterduim in de opening van de linkerhand. Oké, wat nu? Maar nu kan ik niet meer schrijven, nu moet ik zo scrollen. Nee joh, doe normaal. Huh? Dat meen je niet, dit is zo lastig. Zo vies, ja, maar hoe wil je dit nu gaan doen? Dan moet je dus zo doen, hè? Stop je rechterduim in de opening van je linkerhand. Oh, druk je. Ik vind het zo ranzig blaadje. Hoe kan je zoveel slijm produceren met je eigen hand? En nu moeten wij met onze hand gaan zoenen. Oh mijn god, dit kan echt niet. Experimenteren met je tong. Probeer eerst eens met je tong zachtjes over de duim te gaan en rondom binnenste randen. Ik word zo misselijk van... Ja, maar ik weet niet eens hoe je dit doet. Wat is dit? Ah, het voelt heel raar. Dit voelt niet als een mond. Totaal niet. Kijk het plaatje nog een keer. Probeer een druk te vinden die goed voelt. Is dat nog steeds hetzelfde dit? Dit slaat helemaal nergens op. Even serieus, dit slaat echt nergens op. Ik snap wel een beetje dat dit een techniek is. Ik vind het niet heel raar. Nee, ik wel. Nee, even serieus. Nee, ik vind het echt raar. Ik snap wel dat dit zeg maar en mijn duim hier. Het voelt wel bijna als twee lippen en dan kan dit inderdaad wel een beetje de tong voelen, maar... We moeten het wel heel veel slijm gebruiken. Nou, sorry, maar ik voel het echt niet. Nee, kijk, als je iets moet doen, dan komt dit nog een beetje in de buurt. Maar dadelijk gaan we het met een stuk fruit doen, dus het wordt nog wat. Methode 2, met fruit oefenen. Oh mijn god. Nou, kom maar op met fruit. Ja. Koop een rijp stuk fruit, zoals een pruim, abrikoos of mango. Deze vruchten zijn zacht en smaken lekker. Dit eruit. Dit na. Ah, oh, dit kan echt niet, mensen. Dit is zo cringy. Bijt een klein stukje te grootte van een mond uit het fruit. Ja. Nee, ik wil niet meer dat pitje. Daar mag jij bijten. Dan ga ik hier en dan ga jij hier, oké? Mensen, ik kan dit niet langer meer aan. De grootte van een mond. Weet je hoe hard het is? Bijten. Man. Gebruik dit, dit als mond, aan de hand waarvan je het zoenen gaat leren. Dit moet je dus nu als mond gebruiken. Hoe kan je dit? Eventjes! Hoe kan je dit als fucking mond zien? Eeuw. Ja, ik weet niet wat voor... Heb je meteen een heel fucked up beeld van zoenen gewoon. Gebruik je tong door die zachtjes in het vruchtvlees te duwen. Ja, maar hoe kun je mee zoenen? Het is zo ongemakkelijk. Doe je ogen dicht, concentreer volledig en ga echt zoenen. Nee. Dus net of je met iemand zoent die gewoon zijn mond zeg maar zo dicht houdt. En dan gewoon zo gaat zoenen. Dat je gewoon misschien moeten jullie een zachter stuk fruit kopen. Ja. Nee.
Misschien had ik een grotere hap moeten nemen. Ik probeer het even heel sensueel te doen. Maar ik heb echt het gevoel dat ik iemand heb met 3 rijen tanden. Ja, dat dus. Dit is echt vreselijk. Met iemand anders oefenen. Dat is zo'n plaatje van mensen die de hand schudden. Oefenen. Als je wilt dat jouw eerste kus bijzonder is, kies iemand uit waarvan je denkt dat het echt bijzonder mee zou zijn. Als je zorgen maakt dat je niet goed genoeg kan zoenen, kun je beter misschien iemand uitzoeken bij wie je minder schaamt. En hou op met zorgen maken. Zoenen is leuk als je de smaak hebt wat te pakken. Zoenen met een echt ademend mens is met niets te vergelijken. En mensen op jouw lippen reageren zoals geen hand of stuk fruit dat ooit zal doen. Zoenen oefenen voordat je werkelijk hebt gezoend is als leren fietsen op een wip. Wat is dat voor uitspraak? Leren fietsen zoenen op een wip. Je wordt namelijk pas echt goed te fietsen als je gaat fietsen. Net als je goed wordt te zoenen als je met andere mensen gaat zoenen. Vraag gewoon iemand te loops of vraag er gewoon voor. Wacht. Besef even wat ze doen. Besef dit plaatje met even. Hallo? Lise van Wijk, ik wil graag. Ik heb natuurlijk nu een tijdje geoefend met een hand en een mango. Thomas, ga gewoon straight to the point. En dan hebben we het ook al gehad. Wil je zoenen? Ja, is goed. Duimpie. Facebook, Twitter. Wie wil zoenen? Als je een meisje bent, zou je gewoon naar een jongen toe kunnen gaan en hem kunnen vragen of hij zin heeft om met je te zoenen? Of begint een vriendschap met hem? Je begint een vriendschap met iemand met zo'n van voorbedachte raden. Ga met iemand zoenen van wie je denkt dat ze zich tot jou aangetrokken voelt. Dat is soms moeilijk te bepalen. Jij vindt hem wel aardig, anders was je hier niet. Maar ik ga nu niet met je zoenen. Dat is heel jammer. Ja, erg jammer. Complimenteer haar met haar ogen of staar gewoon begeerig in haar ogen. Dit plaatje is echt zo heftig. Heel erg. Echt, hij tript me gewoon veel hard. Zorg ervoor dat je een frisse adem hebt. We hebben net kauwgom op aan het begin van deze video. Vermijd eten van ui, knoflook en ander sterk ruikend voedsel. Zorg dat je dicht bij je partner komt. Geef een signaal aan je partner af dat je je klaarmaakt voor het zoenen door heel dichtbij te komen. Bijna oncomfortabel dichtbij. Oncomfortabel. Nee, bedankt. Als je partner zich op dit punt terugtrekt, zijn nog niet klaar voor het zoenen. En als hij blijft, dan weet je dat je op de goede weg zit. Maak en houd oogcontact terwijl je aan het zoenen bent. Wat? Houd oogcontact terwijl je aan het zoenen bent? Nee, dat heb je nooit van horen zeggen. Nee, dat is ridiculous. Dat is kut. Kus vanuit de schuine hoek. Want als je partner met je hoofd rechtop wil zoenen, kunnen jullie neus elkaar in de weg zitten. Dat is best wel logisch volgens mij. Zorg voor het eerste kus altijd een tijdje duurt. Bevrijd wat van de vlinders in je buik. En zet de toon voor het kussen die daarna volgen. Begin met het kussen van de boven- en onderlip van je partner. Niet tegelijkertijd natuurlijk. Reageer op de ander. Dit houdt in dat je reageert op wat de ander doet. Zoenen is als dansen. Je bewegingen zijn afgestemd op de beweging van de ander. We waren tongzoenen voor een later stadium. We hoeven niet te tongzoenen. Als je op je hand oefent, ruik dan aan je hand wanneer je klaar bent. Als het onaangenaam ruikt, doe iets aan je ademlucht. Hoe ruik je handen? Doe niet! Nee, ja, naar mango. Zorg dat je een plekje hebt dat je ongestoord kan oefenen. Zie je echt gewoon iemand als zichzelf opsluit in de kamer om te zoenen met een hand of een fucking mango. Waarom heeft die mango op de grond? Oké, Lisa en ik gaan nu de stappen volgen. Ja. En dan gaan we elkaar zoenen. Besef even dat ze gewoon... Dit is heel erg. Besef even dat ze gewoon 10 stappen hebben gewoon gemaakt voor alleen een kus op de mond. Oké, wacht maar Lisa, we gaan dus gewoon 1 kus doen, hè? Gewoon ja, want dit is allemaal... Gewoon 1 korte kus, hè? Ja, want dit is over een kus op de mond. Oké, dus we gaan 1 korte kus doen. Ja. Oké, niet dat ik daar zeg maar terugtrek en jouw tong zeg maar eruit komt. Nee, dat gaat niet gebeuren. Zo ongemakkelijk. Hoe ongemakkelijk zou dat zijn? We zijn misschien wel de eerste YouTubers die een zo'n thumbnail hebben en die wel echt hebben gezoend. Ja. Oké, hier gaan we. Eerste stap. Zoek iemand uit met wie je beste wil zoenen. Aangenaam. Bedankt. Mijn naam is Tom. Zoenen? Wil je zoenen? Nou Elise, ik heb je vorige week ontmoet. Gaan we zoenen nou? Of hoe zit het? Zodat je lippen klaar zijn voor het zoenen. Zorg dat je een frisse adem hebt. Kauwgom. Zorg ervoor dat je dicht bij je partner komt. Maak en houd oogcontact. Zij is een fucking predator. Cringy voor life gewoon. Maak en houd oogcontact terwijl je aan het zoenen zijn. Nee. Wat gaat Loes denken, je moeder? Zorg dat je eerste kus een tijdje duurt. Nou, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ik ben gewoon kut. Ja, nee. Waarom doen we dit? Lisa, ik vind het nu een slecht idee. Is dit een slecht idee? Ik ga dit echt niet. Nee! Dit is heel kut. Waarom? Maar dan moet ik toch, zeg maar... 1 seconde. Eén? Nee, gewoon 1 kus. Gewoon ja, dat en klaar. Ja, okay. Dus wel gewoon recht elkaar aankijken. Gewoon... Ik kan dit echt niet, mensen. Een kus op de mond. Gewoon 1 kus op de mond, that's it. Groep 8 stijl. Help! We moeten het niet doen. Okay. Wow, dat was het. Wow! Denk je dat onze vriendschap nou beter is geworden? Nee, is helemaal niet. Ik voel wel alsof ik je beter ken nu. Vooral sinds dat mango moment dat deed. Ik zie je toch liever als zus, Lise. Het spijt me. Zus?
Ja, gewoon als zus of vriend. Ja. Oké, okay, wil iedereen bedanken voor het kijken. Ik weet niet wat er zojuist is gebeurd. De wijze raad is dat je zoenen gewoon op je af moet komen. En niet wikihow tips moet gaan doen. En daarbij dus jezelf toe dwingen om met een mango te gaan zoenen. We hebben ook nog een video gemaakt op het kanaal van Lize. Namelijk hebben we daar fuck, marry, kill gedaan. En ik heb echt een paar hele nare voor je uitgezocht. Echt hele nare. Dus ik zou zeggen, klik hier lekker door naar Lize's video. Mocht je van Lize afkomen, mij nog niet kennen, abonneer even op mijn kanaal. Doei, doei! Dat was ik. Doei! Doei!